Mike's Live Bias Studio heeft de jeugd in huis. U ziet hoe het begint, oud tegen jong. Hebben we een talent? Kijk en geniet van deze leuke video. Maar je moet die bal, kijk, als jij dus zo zegt tegen jezelf, hij moet kracht hebben. Als hij geen kracht heeft, dan doe je dit. Kijk, hij moet zacht met die lijn. Dus dan doe je dit. Netjes. Boom. Ja, hij moet zacht. Dan moet je ook wel het gevoel krijgen van je tegen. Ja, dat is alle twee. Dat is geen harde kracht of zo die ik geef. Dus maar niet dat ik hem wil maken, maar ik ga gewoon in de dikte staan. Zo. En ik denk aan mijn kracht. Kracht. Heb eens. Kijk, want als je dun staat, dan moet je met effect zo staan. Dat voel je ook wel. Kijk, het is allemaal goed staan. Ja, rustig. En rustig terug. Had hij wel gedaan. Niet te dik, hè? Maar had hij veel harder gegaan. Kijk, als je een dik speelt, voel je dan toch goed zo. Iets meer tegenslag. Goed krijgt, zo. Maar. Ja, hij komt er nu een botsing in. Terugtrekken. Boom. Wat een mooie bal. En nu stoot. Dit leggen ze bij elkaar. Daarom gaat hij gaan. En dan beter. Goed zo. Ja, tuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik hoor. Maar als jij op een gegeven moment van de kegels voelen, zeg maar. Dus de dikte en het maatgevoel naar rood. Kijk, je maatgevoel naar rood. Kijk, nu heb je maatgevoel naar rood. Oh, denk eens. Perfect. Een banden. Nee, dus dat zit heel dicht bij elkaar. Hè, Gerrit, hè? Dat moet raken. Ik moet gewoon denken, dit is mijn dikte. Prima. Maar, de ronde is een beetje rechts effect, niet te veel. Ja, oh, hebben ze. Ja, maar ik had die bommen, joh. Mooi hoor. Ja, dat zal nog een keer gebeuren. Prima. Dan moet je dikker gaan staan, hè? Dan moet je snappen hoe dik je moet gaan staan. Want kijk, welk kegeltje speel je nou? Je speelt dit kegeltje. Niet dat kegeltje. Dit kegeltje. Heel dik spelen, die kant op. Dan kun je. Ja, die hier niet veel van. Met de rechts effect. Maar dikke, hè? Moet dikke. En je bent niet zo'n topper nu, hè? Hij moet lang weg. Want dat is makkelijk. Kijk. Nou, hij is weer goed. Kijk, en nou je dikte te houden. Ja, kijk, je gooit je dikte. Kijk, nou word je makkelijk. Nou, dat zijn er al zes. Deze is heel mooi. Verkeerde, man. Nou, ik geef het op. Ja. Met een wereldbal opletten. Lekker nou, hè? Zo. We gaan even drinken. Ja. Gaan we van de kiet zo? Niet ook wel. Let ze erop, hoor. Ja. Kijk, mooi bal, hè? Ja, heel mooi. Zo. Wat een bal! Wat een bal! Heb eens! Oh, goed zo, stel maar. Zo, goed zo. Kijk eens op de bal in. Nou joh! Jongen. Maar gewoon weggespeeld hier! Nee toch? Nou zie je, hij kent het wel. Ja, maar straks dan hoef je ze niet meer terug te pakken, want dan maakt hij alles. Kijk, dus die bal een beetje, kijk. Ja, het is echt een weer. Ja, maar hij maakt hem gewoon af. Hij staat maar. Wat denk je dat hij een goede keuvoering heeft hoor? Nou, niet te zacht of vreemd, niet te zacht, hè? Ja! Oh, wat een mooie bal! Trek hem alweer! En nou gaat hij serie maken, pap. Hey. Nee, te zacht! Te dun! Nee! Had hij hem niet, die rode? Ja, hij had hem. Had hij rood wel of niet? Ja. Maar dan is het toch goed? Hij heeft het gedaan. Rechts effect, tikkie. Papa, kijk. Prima. Hoe zie je het pak? Hoe ja. Oh, valt het? Doet hij dat even? Leuk hoor. Ja, mooi tempo. Prima. Kijk pak. Kijk eens. No. Ja. Oh, hè? Nou, ik heb wel gaan zitten hoor. Kijk eens. Ja, wat een koffers in het bakken! Lucky Luke! Hij zat mooi man. Kijk, zie je dat scheelt? Word je rustig. Moet ik hem stopzetten nou? Of dat is mooi raak. Dan maak je gewoon je punt. Maar je zou theoretisch zou je ook een klap kunnen geven. Ja, op, niet. Kijk, ja, maar dan moet je natuurlijk niet. Hoppa! Deurop! Klap, klap. Omdat je iets. Kijk, je ziet eigenlijk die witte bal, die zie je liggen. Kijk, je ziet dat hij dat helemaal moet doen. Dus dan moet je er eerst eens in staan. Wordt hij dan niet dik, hè? Nee. Nee, dat moet niet. Nee, niet gewoon.
Ja, kijk, nou zit je te hoog, zeg maar. Ja. Jij? Ja, denk, als ik die raak, dan gaat hij zo naar beneden. Maar je ziet dat als je hoog zit. Maar kijk, hoog, ja, en Pomerantie links is al natuurlijk weer zo. Ja, dat is zo. Oh nee. Kijk, waarom ga je zo dik? Nou, dan moet toch rechtdoor. Ja, maar waarom ga je? Ik voel mijn snelheid. Kijk, ik voel mijn snelheid. Nog een keer. Nee. Net tussendoor. Zo, pap, wat doe je nou? Goed letten. Moet je opletten. Jemig. Rechts op weg, rechts. Losbandje, zo ja. Hé? Hé? Dat weer tijd. Los. Ja, die gaat is goed. Een beetje om, ja. Keurig. Dus, nu moet je vet geven, zie je? Dus eerst in je dikte gaan staan. Ja, en dat is het systeem waar die dosis. Dus dan ga je rood een klappertje geven. Die wil je rondlopen. Ja, nou, ja. Dus kan je dikte kiezen. Je kent hem wel. Je moet ook af en toe even kijken. Hier zag u hoe leuk het is om oud tegen jong te zien spelen. Freek is pas begonnen en heeft al heel wat dingetjes geleerd. En onder andere met het OX trainingsspel om goed af te leren stoten en goed de looplijnen te gaan zien. Neem gerust contact op met Mike's Live Biot Studio. Zo mist u geen karambol.